Ik ben nu bij Mireille Den Hoed op de prachtige accommodatie in Empe, bij de Tact Academy waar ik mijn opleiding volg. En op mijn bureau staat een doos en ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als ik die doos uitpak. Ik weet al wat erin zit, maar het blijft natuurlijk een verrassing. Kijk mee. Wat ga ik dus losmaken? Plakbandjes wegdoen. Oh wauw, kijk. Roze papier, dat past hier natuurlijk helemaal mooi bij alle kleuren van het logo. Wauw, alsof je juwelen uitpakt, hè, dit. Kijk. Oh wauw, dit is echt zo mooi. Ik wist het al wel, want anders had ik het niet besteld. Maar moet je even kijken. Ik heb hier een longeersingel. Dit is natuurlijk echt schitterend mooi leer. Dit is gemaakt door Ninon, hè? Door Ninon Schutte. En wat mooie is dat dit is een longeersingel met kussens. En die kussens die zijn ook te verstellen. Dus je kunt deze singel gewoon net als een zadel heel mooi pas maken op het paard waarmee je aan het werk gaat. En als je longeert is dat natuurlijk net zo belangrijk als wanneer je rijdt. Dat het materiaal wat je gebruikt, dat dat goed past. En ik was 2 jaar geleden op een congres in Engeland. Dat was voor paardenprofessionals, zou ik zeggen. En dat was een onderzoek wat gepresenteerd werd naar de uitwerking van longeersingels op paarden. En daar werd echt met klem geadviseerd om een longeersingel te gebruiken met een ofwel een boom of kussens die maken dat de singel past. Dus nou ja, toen ik deze zag, toen was ik natuurlijk spontaan verliefd. Dat kun je je voorstellen. Dus deze heb ik besteld, maar dat is nog niet alles. Want wat daar ook bij zit, is natuurlijk een passende singel. Nou, en ook deze zie je, die heeft een anatomische vormgeving. Die zorgt ervoor dat de druk goed verdeeld wordt onder de borst van paard. En er zit ook een passende kaptoon bij. Nou, daar word je toch helemaal blij van? Wauw. Ik ben er in ieder geval super blij mee. En wij gaan er op de praktijk van Horses & Hands lekker mee aan de slag.